Daar heb je toch geen woorden voor? Ik althans niet. Ik ben blij dat ik dit niet voor mijn deur of op de hoek heb. Stel je voor, zeg, moest kijken. Hier kijken ondernemers en bewoners al een week tegenaan. Er staan ongeveer 15 volle kliko's en er ligt behoorlijk wat afval op de hoek van de Servatistraat in de pijp. Ondernemers zijn het spuugzat. Eén groot drama en dat is al enige tijd. En iedereen meldt het, ondernemers, maar ook bewoners. En er gebeurt gewoon niks. Schaamteloos. Ik vind het echt. Ik vind het zo'n slecht visitekaartje voor deze stad. Aan de andere kant, het zijn ook de ondernemers die de kliko's laten staan. Dus je zou kunnen zeggen, ondernemers, neem die kliko's mee naar binnen. Dat zou al een hoop schelen. Ja, dat zou zeker een hoop schelen. Alleen heel veel ondernemers gewoon te klein behuisd zijn om ze kwijt te kunnen. En dat is natuurlijk ook een struikelblok. Maar hoort afval ook niet gewoon een beetje bij Amsterdam? Een klein beetje troep? Nee, dat zou zonde zijn. Ben je wel eens in andere steden geweest? Heb je gezien hoe je daar loopt? Je loopt op plafuizen, jongen. Dat is hartstikke schoon, jongen. Je ziet dit soort fenomeen niet, jongen. Ondanks dat ondernemers meerdere keren aan de bel hebben getrokken bij Renewi, het afvalbedrijf dat kliko's ophaalt op de hoek, zegt het bedrijf dat ze geen klachten hebben binnengekregen. Welke dieren heeft u allemaal gezien? Nou, de hele grote ratten. Zo groot als katten, echt waar. En veel vogels die het allemaal opentrekken en openkrabben. Ook belden ondernemers en bewoners de gemeente. Maar er kwam geen verandering. En dus zochten wij contact met stadsdeelvoorzitter Bart Vink, die een dag later naar de veelbesproken hoek komt. Kunt u het mij uitleggen? Want het lijkt zo simpel. Er ligt afval op straat, er komen klachten over binnen. Dan kan het toch worden opgeruimd en dan is er eigenlijk niks aan de hand. Maar het lukt maar niet, hè? Nee, maar laat ik zeggen om te beginnen. Het is ontzettend vervelend dat deze zooi hier elke keer ligt. En het vervelende is, wij ruimen het heel vaak op. En zodra als we dat gedaan hebben, gisteravond bijvoorbeeld. Ja, nadat wij langs zijn gekomen in de middag. Ik vind het toch wel een beetje toevallig misschien. Wij krijgen heel vaak meldingen, wij komen langs en binnen anderhalf uur staat het er weer. En dus moeten er maatregelen komen tegen de rommel. Eerst mochten de kliko's de hele dag buiten staan, maar daar komt verandering in. Wij willen, en dat hebben ze ook aangekondigd, dat we vanaf begin volgend jaar alleen nog maar in de ochtend ruimte geven voor het buitenzetten van die kliko's. Maar het is wel in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de ondernemer om te zorgen dat het geen zooi op straat wordt zoals hier. Maar de ondernemer kan er toch niks aan doen als hij zijn kliko buiten zet, dat er dan andere Amsterdammers of dagjesmensen hun afval bij die kliko's gooien, wat we ook bijvoorbeeld gisteren zagen. Zo is het, daar kan hij niks aan doen. Maar daar kan de gemeente dan denk ik iets aan doen. Ja, we beginnen ermee dat zij hun afvalcontainers niet meer de hele dag mogen buiten zetten. Dat mag nu inderdaad wel, daar gaan we een einde aan maken. De gemeente wil de maatregel vanaf 1 januari 2025 laten ingaan.